je hebt er weinig aan, denk ik, maar jij speelde eigenlijk best wel goed, Job van der Linden. Ja, inderdaad, wat je zegt, hebben we heel weinig aan. Ik ben blij inderdaad dat ik weer een volle wedstrijd gespeeld heb in een Eredivisiewedstrijd. Dat is even geleden. Daar ben ik wel erg blij mee, maar de teleurstelling van de nederlaag overheerst nu wel. Ik dacht dat ik een beetje positief in dit gesprek beginnen, want inderdaad, het resultaat is natuurlijk gewoon weer slecht. Ja, nou ja, inderdaad wat ik net zeg, die positiviteit zal de komende dagen wel een beetje bij me doordringen. Dat dit toch ook wel weer enorm lekker is. Maar inderdaad, de eerste helft was absoluut niet goed genoeg. De tweede helft daarentegen wel. Toen hebben we veel meer energie erin gestopt. Veel agressiever gespeeld. Veel op hun helft. Veel meer duels gewonnen. Terecht 1-1 gemaakt. En dan hoop je dat je doordrukt. En dan valt helaas die ene kans die zij creëren. Die valt binnen. Achteraf zat makkelijk praten, maar had je dan bij die 1-1 misschien handjes moeten dichtknijpen, moeten denken, laten we die maar over de streep trekken? Nou ja, we hebben inderdaad wel achterin tegen elkaar gezegd van kopie erbij. Het is belangrijk dat we er niet één tegen krijgen, dat we in ieder geval dat punt koesteren. Maar ja, we hebben het daarna ook gewoon goed gedaan. Wat ik zeg, ze komen er één keer uit en die bal ligt erin, terwijl wij veel meer hachelijke momenten voor hun doel creëerden en met ook 2-3 kansen. Inderdaad, misschien moet je dan wat effectiever zijn wat hun wel waren. Is het dan pech of wat is het goede woord om dan te omschrijven dat dan toch nog die 1-2 valt? Verklaar dat maar eens. Wat ik zeg, de eerste helft hadden we gewoon al beter moeten presteren, niet op achterstand moeten komen. Zelf meer moeten afdwingen en dan voorkom je al een hoop. Dat nu die 2-1 in de laatste, wat er vlak voor tijd valt, is gewoon erg zuur. Maar wat ik zeg, we hadden net zo goed aan de andere kant kunnen maken. En dat hadden we zelf moeten afdwingen. Volgende week Roda uit. Ja, we hadden het eerder deze week over langs het trainingsveld. Vandaag belangrijk, volgende week belangrijk. Ja, je moet dat toch ergens nog een beetje iets positiefs zoeken om daar volgende week goed aan de aftrap te staan. Ja, maar dat is ook belangrijk inderdaad. We gewoon positief blijven met z'n allen en vooral bij elkaar blijven. Het seizoen is nog jong. We hebben inderdaad twee lastige uitwedstrijden gehad en twee thuiswedstrijden die inderdaad dan wel misschien een winst had moeten omzetten. Dat is niet zo, dus we moeten door en volgende week is inderdaad weer belangrijk. Maar er zijn pas 4 wedstrijden gespeeld, dus ik denk dat wij gewoon positief moeten blijven en iets meer gas moeten geven vanaf de eerste minuut. De mensen in Tilburg mogen best balen, zeg je, maar ze kunnen ook nog wel gerust naar bed. Ja, laten we dat maar wel doen toch.